Koen, Diggy, ja, ook aan jou gevraagd natuurlijk. Waar gaan jouw gedachten dan meteen? Had je hem meteen eigenlijk? Ik had hem meteen. Okay. Eberhard van der Laan. Wow. Dat was de allereerste die gelijk bij opkwam natuurlijk. Omdat hij, het ligt voor de hand. Hij is natuurlijk heen gegaan. Maar ik denk dat het punt wel daar was dat mensen intuïtief aanvoelden. Dat je niet meer heel snel zo'n bestuurder van dat kaliber terugkrijgt. In het burgemeester van Amsterdam. En zelfs fanatieke 010'ers, snap je, die waren daar in één keer met z'n allen, denk ik, in dat besef van zijn man die kan verbinden, die een hele directe bestuurstijl heeft. En in mijn optiek zijn daar te weinig van. Je hebt ook voor hem een gedicht geschreven. Ja, dat klopt. Madrid, 5 december. Lieve Eberhard, als iemand ons kon helpen deze wereld te begrijpen, dan was jij het. Om in tijden van verwarring niet naar achter, maar vooruit te blijven kijken. Als iemand ons kon leren om gewoontes te doorbreken, dan was jij degene die ons leidde. Want volgens mij heeft de liefde ons nu nodig. Ze wordt te vaak vergeten en verbroken in deze tijden. Maar jij zag de kansen, het licht in het donker, in een jas van Amsterdamse humor, om het licht te laten schijnen. Ook de zin moest even slikken, zo'n man zie je niet vaak. De leegte blijft van binnen, maar legendes blijven staan. Dus wat is het cadeau van wat de Sint jou had kunnen geven? Ik denk een plechtige belofte voor een beetje medeleven. Want Eberhard, als er iemand was die ons kon leiden in voor- en tegenspoed, dan was jij het. Dus waar je ook mag zijn, mijn vriend, het ga je goed. Lies van Sinterklaas. Mooi.